Goedemiddag en welkom bij 2 Vandaag. Met daarin het nieuws van vandaag, achtergronden bij het nieuws, het sportjournaal en een uitgebreid weerbericht. Om 6:15 hebben we onder andere... De situatie voor de Kroaten in Banja Luka wordt steeds bedreigender. De Serviërs beginnen degenen die hun huis niet willen verlaten te doden. 50 jaar na de capitulatie van Japan wordt er in Nederland voor het eerst officieel gevlagd. Voor de overlevenden betekent dat eindelijk erkenning. Alleen viel er 50 jaar geleden niet echt een bevrijding te vieren. En de Maori's, de oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland, komen in opstand tegen de regering. Zij willen hun grond terug. Om 6:55 volgt het sportjournaal gepresenteerd door Twan van Peperstraten. Veel aandacht voor wielrennen, de voorbereidingen voor de profronde van Nederland. En Erik Breukink motiveert zijn afzeggen voor de WK over 1,5 maand in Colombia. En voetbal. Roda roerde zich op de transfermarkt. Dat straks in het sportjournaal. Om te beginnen nu eerst het 6 uur journaal. NOS 6 uur journaal. Harmen Season. Japanse excuses voor oorlogsmisdaden. 50 jaar capitulatie herdacht. En opnieuw groot verlies voor Fokker. Goedenavond, dames en heren. 50 jaar na de capitulatie heeft Japan zich bij monden van premier Murayama voor het eerst op ondubbelzinnige wijze verontschuldigd voor de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de Japanse premier benadrukte dat de excuses niet betekenen dat er schadevergoedingen zullen worden betaald. Het is de eerste keer dat Japan zo duidelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de oorlogsdaden. Aan de verklaring moet extra gewicht worden toegekend omdat, anders dan in het verleden, het hele kabinet ermee heeft ingestemd. Murayama bood zijn excuses aan op een persconferentie die op de televisie werd uitgezonden. Met de capitulatie van Japan kwam vandaag precies 50 jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. De excuses van de Japanse premier zijn door Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië met reserves ontvangen. Premier Kok heeft wel waardering voor Murayama's woorden. In Den Haag verslaggever Maria Henneman. Premier Murayama is voor Japanse begrippen ver gegaan, maar voor veel Nederlanders nog niet ver genoeg. Zij willen dat Japan ook financieel de schade van het oorlogsleed vergoedt. Excuses alleen zijn niet voldoende. Ik zeg hiermee is de kous nog niet af, want ik hoop hiermee dat ook in Japan iets zal gaan veranderen. Met name dat de geschiedvervalsing die daar jaarlijks of nog steeds door afgelopen jaar plaatsvindt, dat het nou ook een keer wordt rechtgetrokken, dat ook de Japanse jeugd, de jongere generaties, precies wordt ingelicht wat er in die oorlog gebeurd is. Wat wij tot nog toe hebben meegemaakt, ook van premier Murayama, is dat er veel statements worden afgelegd. Maar wanneer het komt op een officiële uitspraak, ik noem maar iets, een resolutie in het parlement, dan zijn ze niet thuis, dan is het alleen wroeging. Dus ik til hier niet zo zwaar aan, nee. Het oorlogsverleden blijft bestaan en alle pijn en vaak het onherstelbare leed dat is aangericht door de oorlog wordt hiermee ook niet weggenomen, maar ik heb wel waardering, uiteraard. En dat zal ook voor velen gelden, voor het feit dat de Japanse premier deze uitspraak op deze wijze heeft gedaan. De Tweede Wereldoorlog eindigde pas echt in augustus 1945. Dat feit werd door duizenden vandaag hier herdacht. Veel van hen vinden dat Nederland die verre oorlog te lang is vergeten. De herdenking van vandaag in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin was groots opgezet. En dat ervaarden de aanwezigen als een serieuze erkenning van het Indisch oorlogsverleden. In de Statenhal van het Haagse congresgebouw zijn deze ochtend 3500 mensen bijeengekomen om de capitulatie van Japan te herdenken. Onder de bezoekers zijn ook minister-president Kok en minister Borst van Welzijn. Volgens de Nederlands-Indische gemeenschap wordt er nog altijd te weinig aandacht besteed aan de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Velen voelen zich miskend en genegeerd. De Indische groep wil zich niet koesteren in de slachtoffercultuur. Toch zolang er nog met 2 maten wordt gemeten
En ons oorlogsverleden, nog steeds een verwaarloosd gedeelte van onze vaderlandse geschiedenis blijft, zal ook 50 jaar na dato het gevoel van miskenning blijven. Bij het Indisch monument in Den Haag wordt de herdenking 's middags voortgezet. Een monument dat in 1988 werd onthuld. En voor het eerst is ook koningin Beatrix bij de herdenking. Het wordt tijd. Hoe bedoelt u, het wordt tijd? Ze is hier nog nooit geweest. Dus het wordt tijd dat ze nu ook hier belangstelling voor hebben. We gaan nu zeker met het oog op het aanstaande bezoek van majesteit aan Indonesië. Was het bijna ondenkbaar dat ze hier niet zou zijn. Dat zou te gek zijn. De stichting Herdenking 15 augustus 1945 weet het zeker. We zullen doorgaan met herdenken tot de laatste van onze generatie er niet meer is. Na de Japanse capitulatie werd er nog 2 jaar lang gevochten in Indonesië. Tussen Nederlanders en Indonesiërs vanwege het uitroepen van de onafhankelijke republiek. Over 6 dagen begint het bezoek van koningin Beatrix aan Indonesië. De aanwezigen hier hopen dat dat leidt tot vriendschappelijker verhoudingen. Want ondanks de pijnlijke herinneringen moet het verleden niet steeds worden opgerakeld. Het einde van de Japanse bezetting betekende voor tienduizenden geïnterneerde Nederlanders het einde van 3 jaar kamptijd. Een periode van vernedering, ontreddering, honger en dood. Gertie Vos, geboren en getogen in Indië. Op haar 17e werd ze met haar moeder, broers en zusjes geïnterneerd. Aan een onbezorgde jeugd kwam een einde. Het heerlijke Indië van toen werd een verschrikking. Ze leefde met z'n 5 in een hok. We waren de hele dag druk. Ik weet dat we veel barsten. Ik moest de zware karweis opkap. Mijn moeder was wel gauw al verzwakt al, hoor. Dus ik moest dan wassen en sjouwen en doen. En we hadden ook nog wat school. Er waren wat vrouwen die dus wat lessen gaven. Er ging boekhoud heb ik nog gehad en boekhoudles. En we hadden ook nog wat recreatie. Nou ja. U had een kookboek, hè? Ja, dus, daar zaten we in te lezen, hoor. Dat was een ontzettend leuke lectuur, was dat. Dan zat je verlekkerd naar al die recepten te kijken. En te kijken, of als we weer vrij zijn, dan maak ik dit en dan maak ik dat. En dan was je weer helemaal opgepept. Over eten werd er wel altijd geknokt, hoor. Het idee kreeg ik vlak na de oorlog, hoor. We waren niet dapper geweest, we hadden dit niet gedaan. En de mensen hier hadden het veel erger gehad. Die waren allemaal verzet geweest. En wij waren maar stomzinnig in het kamp opgeborgen. Maar wij hadden dus, ja, je kon toch dit of je kon toch dat? Nee, dat konden we namelijk niet. Wij konden helemaal niks. We zaten in een kamp opgesloten, we waren blank. We konden dus, als je buiten kwam, werd je gelijk opgepakt, want je viel op. Dus we konden niks. En dat was natuurlijk ook frustrerend. Je kon niks tegen die situatie doen. Ik was dus jong, ik was pas 17. En dan krijg je zo'n ontzettend deuken in je ziel. Omdat je dus, je denkt volwassen mensen zijn. Die kunnen wel wat, die kunnen. Maar het bleek dus dat ze niks konden. En dat ze tegen de Japanners niet op konden. Veel landen in Azië hebben de capitulatie van Japan uiterst terughoudend gevierd. In China bijvoorbeeld waren er geen grootschalige evenementen. Tijdens de Japanse overheersing vielen daar weliswaar 37 miljoen doden, maar China is economisch dermate afhankelijk van Japan dat de Chinezen hen niet met festiviteiten voor het hoofd wilden stoten. In de Chinese hoofdstad Peking waren de Chinese leiders, onder wie president Jiang Zemin en premier Li Peng, op een herdenkingsbijeenkomst. Daar werd vooral de nadruk gelegd op het herdenken van het Chinese verzet tegen Japan. Nabestaanden van Chinezen die tijdens de Japanse overheersing om het leven kwamen, verzamelden zich op verschillende plaatsen in het land om te treuren over hun doden. In Zuid-Korea werd wel heel bijzonder bij de Japanse capitulatie stilgestaan. Een 70-jarige politieke gevangene werd na 44 jaar gevangenschap vrijgelaten. Volgens Amnesty International is hij met die 44 jaar detentie de langst vastzittende politieke gevangene ooit. Extra politietoezicht afgelopen nacht op de parkeerplaatsen op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn.
Met 5 extra politiewagens werden de parkeerplaatsen in de gaten gehouden. Na een lange reis brengen daar talrijke autohandelaren uit Oost-Europa de nacht door. Ze hebben veel geld op zak omdat ze inkopen willen doen op de Utrechtse automarkt. In 1 maand tijd werden 3 groepen in hun slaap verrast door overvallers die er met tienduizenden guldens vandoor gingen. De politie hoefde vannacht overigens niet in te grijpen. In zijn woonplaats Dordrecht is vandaag oud-minister Van Ardenne begraven. Veel politici en oud-politici wonen de dienst bij. Van Ardenne stierf vorige week. Hij leed al enige tijd aan een spierziekte. Nadat hij politieke schade opliep tijdens de RSV-enquête, kwam vorig jaar een soort rehabilitatie. De heer Van Ardenne keerde terug in Politiek Den Haag als informateur en werkte aan de totstandkoming van het huidige kabinet. Onlangs werd hij benoemd als lid van de Eerste Kamer. Gijs van Ardenne werd 65 jaar. 12 Nederlandse archeologen zijn vandaag vertrokken naar Nova Zembla. Ze gaan op zoek naar overblijfselen van de expeditie van ontdekkingsreiziger Willem Barents. Het scheepswrak, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. We wisten zelfs niet eens hoe de naam was van het schip van Willem Barents. En we hopen nu een tipje van de sluier te kunnen oplichten. Hun reis is een vervolg op een expeditie van 2 jaar geleden. Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat Willem Barents in het Poolijs bleef steken. De expeditieleden willen dan een tentoonstelling inrichten over zijn reis. Fokker leidt opnieuw een astronomisch verlies, zo is vanmiddag bekendgemaakt. Maar de directie voorziet herstel volgend jaar. Iedereen hield rekening met een enorm verlies. De schattingen liepen uiteen van 450 tot 500 miljoen gulden. Het is uiteindelijk veel meer geworden. Fokker heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 651 miljoen gulden. Vorig jaar was het verlies over het hele jaar 449 miljoen, om een verschil aan te geven. Een hoofdreden voor het verlies zijn de kosten die met de herstructureringen gemoeid zijn. 350 miljoen heeft Fokker daarvoor opzij gelegd. En daarnaast is nu ook uitgegaan van een veel lagere dollarkoers, waardoor nieuwe verliezen op vliegtuigen in de boeken moesten worden opgeschreven. In een verklaring zegt de Fokker-directie dat door het lopende herstructureringsprogramma, waarbij veel mensen weg moeten, Fokker volgend jaar een aanzienlijk beter financieel resultaat zal behalen. Maar voor de rest van dit jaar zullen de verliezen weer omvangrijk zijn. Fokker zit zo diep in de schulden dat het er niet meer alleen uit kan komen. Er is nieuwe steun nodig. Fokker heeft bij de overheid daarvoor aangeklopt, maar ook bij Daimler-Benz Aerospace. De ondernemingsraad van het Duitse moederbedrijf noemde Fokker vandaag opnieuw een grote miskoop. Greenpeace heeft voor het eerst ook in China geprotesteerd tegen de kernproeven die daar worden gehouden. De Chinese politie heeft onmiddellijk 6 activisten en 8 buitenlandse journalisten gearresteerd. Samen met Frankrijk is China het enige land dat nog doorgaat met kernproeven. Zich gedragend als onschuldige toeristen slenterden de demonstranten vanochtend naar het plein van de Hemelse Vrede. Demonstraties zijn in China verboden. Deze beelden, die Greenpeace zelf heeft gemaakt, moesten dan ook het land worden uitgesmokkeld. Zodra duidelijk werd dat het om een demonstratie ging, grepen politieagenten in Burger in. Ook 2 fotografen zijn gearresteerd. Het testgebied Lop Nor ligt in een woestijn in het westen van China. In de jaren 60 is China daar begonnen met kernproeven. Tot eind volgend jaar, als een wereldwijd verbod wordt getekend, staan nog 4 proeven gepland. Het protest van Greenpeace was zorgvuldig voorbereid op de hotelkamer. China is preparing an imminent nuclear weapons test and we are very afraid that if they conduct a nuclear test now, that France too will conduct nuclear tests. Other countries may be encouraged to test weapons, build weapons. De Greenpeace-activisten zitten nog vast, maar volgens een woordvoerder van Greenpeace zullen ze vanavond vrijkomen. Wat doe je met een oude brug als die niet meer nodig is? De brugwachter van de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Heeswijk-Dinter bedacht een originele oplossing. Voor de laatste keer bedient brugwachter Piet van Schijndel zijn brug over de Zuid-Willemsvaart bij Heeswijk. Meer dan 20 jaar heeft hij hier gewerkt, maar nu is het over, want de vaart wordt verbreed. Op het moment is hij 20, 25 meter breed en hij wordt 45 meter. Dus
En dan komt er een vaste brug tegenwoordig. Hè. Dat is ophaalbrug is uit de tijd. Dus dan moeten de mensen wachten. En ze kunnen niet meer wachten. Dus ze hebben allemaal geen tijd. Hè. Dus dan moet er vlot overheen kunnen. Het zag er naar uit dat de brug op de schroothoop terecht zou komen. Dat nooit, dacht Van Schijndel. Hij besloot hem te kopen voor in de tuin. Hij past bij mij mooi in de inrit. Dus ik heb een laan zelf naar mijn huis toe. Nou, maar er komt dan gewoon een vijver onderdoor. Dus, en dan is hij gewoon in gebruik in de inrit. 10 man moeten eraan te pas komen om het gevaarte met groot materieel te verhuizen. Over de nieuwe brug, waarvoor de oude moest wijken. Het hele dorp loopt uit om de nieuwste aanwinst van de brugwachter te bekijken. Of de brug echt rechtop in de tuin komt te staan, is nog niet duidelijk. Want de gemeente heeft nog geen vergunning verleend. Zo 1, 2, 3 een brug in de tuin zetten. Kijk, het is inderdaad heel iets anders dan als een tuinhekje of een klein vijvertje of een bruggetje waar wat eentjes onderdoor zwemmen. Het is zo kolossaal. Ja, daar moet je apart naar kijken. De wethouder zal in ieder geval zijn best doen de brug voor Heeswijk te behouden. Dan is hier Monique Somers met de weersverwachting. Vannacht is het helder en fris, vooral hier in het binnenland met zo'n 10, 11 graden. Langs de kustgebieden, daar is het natuurlijk wel wat minder koud. En er ontstaan mistbanken. Vannacht al, denk ik, her en der wat mistbanken. Vooral morgenochtend moeten we er echt in het verkeer rekening mee houden. Ik denk dat ze morgenochtend om 9:00 toch wel verdwenen zullen zijn. En dan komt de zon er weer door volop. Dan wordt het weer een zonovergrote dag. In de loop van de dag ontstaan er wel een paar stapelwolken, maar dat is niet vreselijk veel. En het wordt weer wat warmer dan vandaag. Zo'n 25 graden tot 27 graden hier in het zuidoosten van het land. En dat met niet veel wind uit noordelijke richtingen. Of het de komende dagen ook zo blijft, vertel ik straks in 2 vandaag om 6:50 ongeveer. Dit was het journaal van 6:00. De volgende nieuwsuitzending is om 8:00 op Nederland 1. Dames en heren, goedenavond. Wij gaan door met de volgende onderwerpen.